Kijk, juist perfect zijn. Ja. Moet ik hier een drink, nee, Jan? Ja. Ik ben Jan Sap. Ik ben de CEO van FedNot, de federatie van het notariaat. Ik ben Christian van Bellen. Ik ben geassocieerd notaris bij Notas in Gent. Met het hoofd. Als wij willen nadenken over de modernisering en de digitalisering van het beroep, dan moeten we ons verstand erbij houden. Dus we moeten het rationeel aanpakken, weliswaar met een human touch, maar vooral met het hoofd moeten we erbij zijn. Met het hart. Om dit beroep te doen moet je de mensen graag zien. En vertrouwen en empathie zijn, denk ik, noodzakelijke kenmerken om dit beroep te kunnen uitoefenen. Maar natuurlijk, juridische analyse zonder een hoofd gaat ook niet. Dus uiteraard ook met het hoofd, maar vooral met het hart. Van de pen naar het klavier. De notarissen zien heel veel mensen. 2,5 miljoen bezoekers komen op bezoek bij notarissen en hun kantoren. En dat vergt een verregaande digitalisering en informatisering waar we ook de voorbije jaren heel hard hebben op ingezet. Zowel richting overheden, richting notarissen onderlingen en recent ook richting de burger zelf. Goh, misschien pen. Belangrijkste is uiteindelijk dat we onafhankelijk juridisch advies geven aan mensen, zodat ze in alle vertrouwen hun projecten kunnen realiseren. Of dat nu de aankoop van een woning is, een familiale aangelegenheid of de oprichting van een vennootschap, daarover gaat het. De pen heeft nog iets sacraal, zeker bij de ondertekening. Maar goed, de hoofdzaak is dat de mensen geholpen worden. Ik zou zelf beter wat meer de trap nemen. Maar met het notariaat zetten we echt in op digitalisering en informatisering. En proberen we dus de lift te nemen. En we werken ook samen met een Gents bedrijf, ML6, rond artificiële intelligentie. Waarbij dat we het materiaal dat er bij notarissen is, digitale actes, proberen te hergebruiken naar nieuwe toepassingen voor het notariaat en voor de burger. Ja, de lift. Hè. En we zijn zeer blij dat deze stap door de federatie genomen is om de lift te nemen. Om een concreet voorbeeld te geven met e-stox, het elektronisch effectenregister voor vennootschappen. Wel nu, daardoor worden wij als notaris toch stevig geholpen. Dat systeem haalt eigenlijk data automatisch uit tientallen bladzijden tekst om daar een suggestie te doen. En automatisch eigenlijk het aandelenregister met de juiste gegevens, een aantal aandelen en percentage aandelenbezit voor te stellen als te valideren oplossing. Dus ja, zeker en vast de lift. Artificiële intelligentie is een ongelooflijke kans voor het notariaat. Op die manier kunnen we processen automatiseren, kunnen we opzoekwerk makkelijker maken voor de notaris. En kunnen we meer tijd vrijmaken om juridisch advies te geven op maat aan de burger. Dus dit is een kans voor het notariaat. Zonder twijfel een kans. Elke technologie genereert bij bepaalde mensen een vrees om irrelevant te worden. Maar goed, dit gaat voor ons totaal niet op. Artificiële intelligentie is een hulpmiddel om in de complexe materies nog betere dienstverlening te geven. Maar belangrijk is ook dat iemand erover waakt over de juistheid, de validering ervan en ook waakt over de belangen van de cliënten en de privacy die er rond hangt. Maar zeker een kans.